Soldaten, in deze video speel ik carrière totdat Nederland het WK wint. Ik heb hier een langdurig contractvoorstel liggen en er staat dat bij het WK de finale het doel is. Maar uiteraard, hè, wij zijn Nederlanders, wij willen die eerste ster hierboven dat logo. We beginnen even in januari 2022, waar nu dit team staat. Ja, het is 5-2-1-2. Is dat dan de opstelling waarin wij het WK gaan winnen? Ik ga er nog even tactisch over nadenken. Groep C zijn wij met Tsjechië, Wales en China. De eerste wedstrijd. En dat zal zijn Nederland tegen Wales. Maar ik moet even kijken. En trouwens, ik krijg deze instructies. Want de eerste keer dat ik carrière speel dit jaar. Ik heb Depay en Bergwijn allebei wel met een uitroeptekentje. Dus dat zijn eigenlijk geen spitsen volgens FIFA. Maar het zal wel snel simuleren. En mijn voorspelling is 3-0. Kom maar. Nederland, Wales. Oké, dan kijk, ik heb geen tegengoals gekregen. En op balbezit hebben we gewonnen, maar het is 0-0 geëindigd. Tsjechië, dat won wel, alleen vrij moeizaam. Want maar 2-1 tegen onze volgende tegenstander, China. En dat moeten we gewoon met twee vingers in de neus winnen. China-Nederland, 0-3. Doelpunten van, ik zie Virgil, Berghuis en Gakpo. Nou, ik heb helemaal niks te klagen. Wij worden wereldkampioen. De laatste wedstrijd van de groepsfase tegen Tsjechië. En we kunnen winnen en eerste worden. Gelijk spelen en tweede worden. En verliezen. Dan zouden we derde kunnen worden. Stel dat Wales heel China oprolt. Maar uiteindelijk moeten wij gewoon van onze eigen kwaliteiten uitgaan. Min of meer de sterkste opstelling. Ik vind het mooi. Snel simuleren. Nederland-Tsjechië. Krijgen we revanche. Het wordt 0-1. In de 90ste minuut. Sikora. En nu hoop ik dat we door zijn. Oh, we zijn op doelsaldo door. Wales won maar met 1-0 van China. En wij gaan dus tegen een nummer 1 komen. Oh, ja. De laatste 16. Brazilië. Neymar tegen Dumfries. En verder Richarlison, Rafinha. Anthony dus bank nog. Casemiro is aanvoerder. Het wordt... Kom op. Oh, nee. 3-1. Vini Junior, Casemiro en Marquinhos, Memphis scoorde nog voor Oranje. België ontneemt gewoon Messi zijn WK-trofee. Nou, nu naar het volgende WK. 2026. Zweden, weer Wales en Nieuw-Zeeland. Dit alleen kostte mij al een half uur om te simuleren. Dus ik zou je vooral kunnen vragen om te abonneren als een kleine blijk van waardering. En trouwens ook hier kun je zien dat de meeste van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. Dus doe dat vooral en dan win ik het WK. Gravenberg is 90 rated en hij gaat naast de Jong komen die 92 is. En wat zijn nog meer interessante ontwikkelingen? Van Dijk is lager dan De Ligt. Frimpong is 85. En Depay zit op de bank. Veerman erbij. Lang is 85. Botman ook. Gakpo en Malen in de spits. Het wordt 4-1. En oh, die spelers die ik noemde hebben allebei niet gescoord. Memphis, Frenkie, Bergwijn en weer Memphis. Oh, Nieuw-Zeeland heeft gewonnen van Zweden. En wij spelen de volgende wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dus een overwinning betekent nu al nagenoeg plek 1. Ook al een keer lekker. Even geen stress of zo. Speler geschorst. Van Dijk? Te veel gele kaart. We hebben één wedstrijd gespeeld. Bij Nieuw-Zeeland ken ik geen één speler. Dus dit moet een easy dub worden. 1-3. Memphis, Gakpo en de ontzettend hoograted Gravenberg. Oh, Zweden weer verloren. Dus nu de laatste wedstrijd. Ja, joh. Wordt een oefenwedstrijdje tegen Zweden. Die helemaal uit vorm zijn. En ja, Botman mag gewoon weer spelen. Kan mij het schelen. Het wordt hier 1-1. Memphis penalty gemist. Malen scoorde wel. En Isaac voor Zweden. Nederland eerste. Zo willen we het zien. En ook, ja, Wales prima gedaan. We zouden nu Frankrijk kunnen krijgen. Oh, Noorwegen. Stel, ik zou weer een half uur moeten simuleren. Heb ik geen zin in. Dus kom op, Nederland-Noorwegen. De overwinning. Het, oh, wordt 1-1. Maar Dumfries, hè. Onze Denzel, die beslist het op penalties. De Denzel, Dumfries. Ja, oké. Ik heb te lang moeten simuleren. Ik ben al mijn energie nu aan het opmaken. De kwartfinale, Portugal. En... nou ja, daar schrik ik wel een beetje van, want uiteindelijk Portugal is een beetje onze angstgegner. Voordat ik deze wedstrijd inga, wil ik even vragen aan jou of jij career mode content nu leuk vindt. Zo ja, laat maar even weten in de reacties hier beneden wat voor andere career mode video's jij misschien zou willen zien. Want het is toch zomer? Of nee, wacht. Het is bijna zomer en nu kunnen we gewoon een beetje dingen gaan proberen. De basis staat en bij Portugal zie ik Leao voorin. Die moet ook heel erg hoog zijn nu. Felix zal vast een goede rating hebben. Kom op! Kwartfinale WK Nederland-Portugal! Verloren.
Deze vloek, daar gaan wij met z'n allen nooit aan ontkomen. Hebben we Portugal tegen, dan verliezen we. Het is niet anders. Memphis deed iets terug 1 minuut na de goal van Bruno Fernandes. Ik weet dat er ook Belgen mijn video's kijken. Gefeliciteerd Belgen. In groep E met Noord-Ierland, Schotland en Mexico. Ik zal je meenemen in hoe Oranje eruit ziet over een jaar of 8. Hier staat Driessen. Dat is gewoon een door het spel aangemaakt speler. 87 rated. En hoe oud is die gast? 23. Nou, dat is er eentje voor de toekomst. En op de bank, braaf. Taylor zit hier ook. En De Haan is weer zo'n aangemaakte speler. 86 rated centerback. 19 jaar oud. Van Axel Dongen met 5-star weakfoot. Is ook een, zeg maar, echte speler. En ja, dit is mijn selectie. Schotland, wedstrijd simuleren. Dit moet een walkover worden. En het eindigt in 1-1. Nou, fantastisch. Mexico won met 3-0 van Noord-Ierland. En staat nu op ons te wachten. Ik ga uiteindelijk niks aanpassen aan het team. Ik zie daar Alvarez bij de Mexicanen. Maar we gaan winnen. Oh, met 4-3 in... Wow, wat? Dat einde. En rood voor Van de Beek. 2 goals Gravenberg. Malen penalty gemist en gescoord in de eerste minuut. Nou, dit was een spektakel. Ja, we staan nu maar tweede. Voordat we de laatste groepsfase wedstrijd ingaan. Het laatste potje is tegen Noord-Ierland. En ze hebben 0 punten en 0 goals gemaakt. Kom maar op 2-0. Brave en Frenkie de Jong. Nou, wie krijgen we? Oh, België. Nou, Openda, De Ketelare, Zarouri voorin. Zij spelen vrij aanvallend. En, nou ja, wij niet. Maar dat, nou, op zich. Kijk, die wingbacks, die kunnen ook mee aanvallen. Wat wordt het? 2-1, kom maar. Noah Lang, beste voetballer van de wereld. Of tenminste, dat vindt hij zelf. En De Ketelare voor België. En verder Maleisië. De kwartfinale is Frankrijk. En hadden we het dan nog moeilijker kunnen treffen, überhaupt. En ik kan me alleen maar voorstellen dat daar nu weer een geweldig team staat. Nkunku, Mbappé, Cherki, wie is die Huwet? Dat zegt mij even niks. Kamavinga, Kimpembe is de aanvoerder. 11 juli 2030, Nederland-Frankrijk. Oh. Ja, dan scoor je 3 doelpunten, man. 3! En verlies je in de verlenging. Nou, Duitsland, wereldkampioen. Dus nu 2 keer België en 1 keer Duitsland. Het zit niet mee voor de Nederlanders. Welkom in 2034. Het jaar waarin ik 32 zou zijn. Oké, okay, dan word je langzaam een veteraan. Nederland in de pool bij Portugal, Australië en Oekraïne. Hoe kunnen wij nou met Boadu en Fofana, die 83 rated zijn, aantreden op een wereldkampioenschap? Wel Van Veen erachter. En hij is 88 rated met 5-star skills. 21 jaar oud. Hij moet gaan zorgen voor de kansen. Taylor, die heeft de plek ingenomen van Frenkie. Want hij is nu een boomer met 37 jaar oud. En hier achterin, De Haan. Dit is de nieuwe Virgil van Dijk. 23 jaar, 91 rated. Driessen is vrij goed, maar haalt de basis niet. En hier Prins nog een talentje met wel een 2-star weakfoot. Oké, okay, ik hoop hier dat we de eerste wedstrijd gewoon makkelijk winnen tegen Australië. Oh, nou niet makkelijk, maar wel gewonnen. Portugal won met 2-1 van Oekraïne, waar wij nu tegen gaan spelen. En ik ga gewoon weer, oh nee, toch niet hetzelfde team opstellen, want Timber is geblesseerd. 1-1, oké. Okay. Boyko en Van Veen. En dan is het even de vraag of ik nog in de problemen ga komen binnen deze pool. Een punt is altijd genoeg om door te gaan naar de knock-out fase. Portugal heeft, ja, veel onbekende namen. Inacio speelt bij Sporting. Nederland, Portugal, het eindigt in 1-1. Nou, dat is genoeg. Gravenberg scoorde voor Oranje. En dan zijn wij, denk ik, tweede geworden in de pool. En, oh, Argentinië. Oké, okay, nee, prima. Dit zijn de 11 die we de wei in gaan sturen tegen die altijd lastige Argentijnen. Ze hebben Alvarez in de spits. Is een snelle jongen die naar City gaat komend seizoen in het echt. Maar ja, ik heb Prins op het middenveld. En geen Gravenberg, want die is geschorst. Het eindigt in 2-1. Van Axel Dongen scoort de winnende en miste ook nog een penalty. Maar dat maakt niet uit. Alvarez scoorde voor Argentinië en Taylor deed het in de eerste helft. Wij staan in de kwartfinale van het WK 2034. Ah, scheiße. Het is die Mannschaft die we tegen hebben. En wat zou het toch lekker zijn. Wat zou het toch genieten zijn als wij nu hier gewoon even die Duitsers uit dat toernooi kunnen knikkeren. Havertz is aanvoerder. Musiala erin. Schlotterbeck achterin. Die Moukoko is ook echt een beest volgens mij. Duitsland tegen Nederland. Het wordt 3-2. Fofana. 88ste minuut. En winnen wij op Duitse wijze. Na ook een goal van Van Veen. En nog een keer Fofana. Schade Deutschland. Alles is voorbij. Oké, okay, halve finale. Come on. Ik ga dit gewoon doen. Het Nederlands elftal is niet te stoppen. 2034. We gaan die ster pakken. Ho, Noorwegen.
heeft gewonnen van Frankrijk. En de Verenigde Staten schakelen Zweden uit. Dus eigenlijk alleen nog maar Engeland is een grote concurrent. Dan zul je zien dat we net Engeland gaan krijgen. Of niet, ja. De Three Lions hebben Sancho. En die andere twee aanvallers ken ik niet. Maar een middenveld met Bellingham, Foden en is dat Curtis Jones, denk ik? Alsjeblieft, jongens. Engeland-Nederland, het wordt 2-1. Van Veen en Foden pakt nog rood, maar Van Veen scoort de winnende. Na een goal van Sancho bij Engeland en Fofana voor ons. Wij staan in de WK-finale tegen of Noorwegen of de Verenigde Staten. Welke heb je dan liever? Oh, het is de Verenigde Staten geworden. Reina, Dest, Peppy. Heb je misschien wel ooit van gehoord. Maar het lijkt allemaal niet super te zijn. Voor deze speciale gelegenheid ga ik gewoon simuleren in de vorm van meekijken. Busio heeft rood gepakt. Jan Kans en een goal. 1-0 voor Nederland. Fofana schiet ons op voorsprong. En het is klaar. Ik was nog even ingesprongen om deze festiviteiten te kunnen zien. Fofana, de matchwinner. Wat is dit voor een close-up? Wie is dit? Hoi! Wij zijn wereldkampioen in 2034. Aanvoerder Matthijs de Ligt gaat waarschijnlijk nu met pensioen, want mooier wordt het niet. Ik gebruik alle Messi-kaarten. Als je gewoon even hier zo klikt, dankjewel en tot de volgende. Houdoe, hè?